Hey, even een verhaaltje wat mij gisteren overkwam. Ik was op nu.nl en toen zag ik daar een video. En onder de video stond: Prins Charles vertoont tapkunsten in plaatselijke pub. Nou, ik dacht, kan die man tapdansen? Dat moet ik zien op zijn leeftijd. Hij is van alle markten thuis. Dus ik klikte op dat filmpje. Maar het bleek te gaan om tapkunsten. Hij ging gewoon een biertje tappen. Heel suf. Maar in mijn geestesogen had ik hem dus al, nou ja, hè, Fred Astaire-achtig het vuur uit zijn slofjes zien tappen. Het leek mij echt geweldig. Dus ik heb het wel in mijn geestesoog gezien. Maar in werkelijkheid deed hij alleen maar eventjes zo hop, hop, ja, een biertje tappen. Bleh. En dat noem je trouwens een grafoniem. Dat is dan een woord dat er precies hetzelfde uitziet, maar dat je op verschillende manieren uitspreekt, waardoor het ook verschillende betekenissen heeft. Nou, dit wilde ik je even meegeven.